Deze foto is gemaakt tussen half vijf en vijf uur ergens in Zwitserland uit mijn hoofd. En ik ben op zich vrij lui van aard. Ik had deze foto eigenlijk liever bij een zonsondergang gemaakt. Maar ja, dan moet je lang wachten in de zomer. En daar had ik geen zin in. En ik weet dat dat toevallig in Photoshop kan. En dat ga ik vandaag doen. En hiervan een zonsondergang maken is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het vergt een paar stappen, maar ik ga ze hier gewoon even uitleggen. Wat gaan we doen? We gaan de foto een veel warmere tint geven. Ik ga wat uh, lichtere plekken invullen met schaduw. Ik ga er een beetje een, een gloed overheen leggen waar, waar de zon nog doorschijnt. We gaan een zon maken en ik ga lensflare toevoegen. En lensflare is een optische eigenschap van je lens. En zeker als je recht tegen de zon in fotografeert, dan kun je dat wel eens krijgen. We zullen gaan de weg gewoon gaan beginnen. En waarmee ga ik beginnen? Ik ga beginnen met het toevoegen van schaduw. En dat wil ik bijvoorbeeld hier linksonder in de bomen. Of op de weilanden aan de rechterkant. En dat ga ik gewoon heel simpel doen met een niveau. Als je het niveau opent, dan zou de eerste stap zijn: gewoon de middenslider opzij te trekken en de foto donkerder te maken. Alleen je ziet bijvoorbeeld aan de weilanden in de rechterkant dat dat niet echt helemaal eerlijk is voor de kleur. En daar is een ander foefje voor. Ik zet dit gewoon op 1 en ik ga naar de slider daaronder. Want als ik deze witte driehoek naar links beweeg, dan wordt mijn foto ook donkerder. Maar worden mijn kleuren ook meteen een stukje grauwer. Dit is bijvoorbeeld met de slider onderin. En als ik het nog een keer met de slider bovenin doe, dan zie je dat ze hier eigenlijk net dat kleine beetje kracht meer houden qua groen. En dat is niet waar ik naar op zoek ben. Oh, de waarde 1 is goed genoeg. En ik trek hem gewoon eens opzij. Aangezien we met een aanpassingslaag werken, kunnen we dit later altijd nog gewoon aanpassen. Ik keer het masker om met ctrl-i en ik pak gewoon een kwast. Ik zorg dat die op 100% staat en ik ga gewoon lekker borstelen met een witte kleur. En zo ga ik een schaduw toevoegen. Eventueel met de haakjes kun je je kwast wat kleiner maken. En het maakt niet uit als je er overheen gaat. Je kunt namelijk met x makkelijk de voorgrondkleur wisselen naar zwart. En dan kun je het weer ongedaan maken. En hoe preciezer je dit doet, hoe mooier het natuurlijk is. Maar aan de andere kant, het komt eigenlijk stiekem ook niet zo gek. Nou, het gaat ook een stuk om gevoel. Ik ga ook de berg hier invullen, want daar ga ik dadelijk mijn zon achter zetten. En daar wil ik dus ook gewoon een schaduw. Op zich zijn ze allemaal wel aan de hele harde kant. Dat is op zich nog niet zo erg. Dan kan ik gewoon netjes weer wegdraaien. En ik ga ook een klein beetje zeg maar, schaduw hier in het water toevoegen. Want als er een zon achter staat, dan krijg ik daar natuurlijk ook gewoon de schaduw van de berg te zien. Vind je dit nou te hard? Dan kun je terug naar niveaus. En kun je gewoon de slider een klein beetje terugzetten. Dat is de kracht van non-destructief werken. Ik zie dadelijk wel waar het uitkomt. Het gaat op gevoel nogmaals. Ik ga gewoon andere aanpassingen maken. En eventueel kan ik later altijd nog een, een stapje terug en het gewoon weer aanpassen. We gaan langzaamaan de warme gloed in de foto brengen. En dat doe ik door allereerst kleuren aan te pakken met selectieve kleur. En standaard zal het komen op de rode tinten. Maar daar gaan we niet in werken. We gaan werken in de grijs tinten. Wat gaan we doen? We gaan uh, veel meer geel toevoegen, maar ook een klein beetje uh, blauw eruit halen. En het blauw is in dit geval vertegenwoordigd door de kleur cyaan. En als je dat helemaal naar links zou trekken, dan zie je wat er gebeurt. Het wordt één grote roze kleurenpracht. Dat is dan ook weer niet de bedoeling, maar een klein beetje mag wel. Zo, dit is wel aardig. En we gaan geel toevoegen. Het is al een stukje warmer. Het is nog steeds geen zomerse foto. Maar dat gaat het wel worden, want we leggen er heel simpel nog een aanpassingslaag overheen. Een fotofilter. En je ziet bovenin al meteen een oranje kleur verschijnen. Je hebt hier namelijk verschillende keuzes. Je hebt drie warmfilters en die hebben allemaal net een andere tint uh, oranje. Je hebt ook koele filters en je ziet wat dat voor effect in de foto heeft. Nou, ik kies in dit geval warmfilter 81. En ik zet gewoon het hele filter is aardig ver omhoog. En de dekking een klein beetje terug. Dit is nog niet de warme gloed die we uiteindelijk moeten hebben. Maar het begint er al aardig op te lijken. Ik ga hem toch een beetje terugzetten. En als je nou wil weten wat de verschillen zijn tussen Warmfilter 81 of LBA, klik ze gewoon aan en je ziet zeker in mijn lucht wat de verschillen zijn. Maar ik vind in dit geval 81 wel het mooiste. Nou, ik ben ook een klein beetje ontevreden over de schaduw van de berg hier. Dus ik ga dat ook nog een beetje aanpassen. Dan heb ik het gevoel dat hij iets natuurlijker loopt. Oh, ik zal ook nog even mijn ondergrondlaag dupliceren. Zodat ik altijd nog het origineel bij de hand heb. Is makkelijk om dadelijk het vergelijk te trekken. Nu gaan we het echt warm maken. En dat doen we met het Camera Raw Filter. En dat is op zich heel simpel. Om te beginnen ga ik wel de, de drie aanpassingslagen met de originele laag naar elkaar terugbrengen. Tot één slim object. En dat doe ik gewoon door er eentje te selecteren. De Shift ingedrukt te houden en de onderste te selecteren. En dan zie je dat ik vier lagen heb geselecteerd. En bovenin kan ik dan bij Filter omzetten voor slimme filters. Alles naar één soort uh, nieuw object maken. En uh, dat is dan een slim object, en daar kan ik weer verder over gaan werken. Denk nu niet dat mijn aanpassingslagen weg zijn, want als ik erop dubbel klik, dan opent zich een nieuw document. Dat zie je bovenin ook. En daarin heb ik gewoon nog de drie aanpassingslagen staan. Pas ik hier nou iets in aan en sluit ik het af, dan is dat gewoon weer in mijn uh, foto waarmee we aan het werk waren, gewoon weer veranderd. Ik ga hier dus het camera Raw Filter over toepassen, en dat zit hierboven. Het opent zich en um, ik heb hier allerlei mogelijkheden. Ik ga hem een klein beetje warmer maken. Niet te veel. En waarom niet? Omdat ik namelijk de lucht nog veel erger wil hebben. En dat ga ik namelijk losdoen. En ik kies hierboven de kwast uit voor een lokale aanpassing. En ik krijg een heel menu erbij. Nou, je ziet al verschillende dingen staan. Negeer dat even. Dat ga ik je zo uitleggen. En wat ik ga doen, ik ga een uh, masker maken op mijn lucht. En ik klik hieronder op het woord masker. En ik maak mijn kwast iets groter, dat schildert iets makkelijker. En ik ga gewoon bovenin lekker schilderen. Nou, je ziet een klein verloop naar onderen, naar mijn berg. Dat is geen enkel probleem. Ik kan hier namelijk bovenin ook voor wissen aanklikken. En met een kleinere kwast maak ik de berg gewoon weer geen deel van mijn selectie uit. En dat doe ik ook met deze berg. Wil je trouwens meer weten over wat ik op dit moment in Camera Raw Filter aan het doen ben? Er is een hele cursus filmpjes over Camera Raw en daar komt het lokale aanpassingspaneel ook in uh, naar voren. Klik gewoon boven even op de afspeellijst voor het Camera Raw Filter. Goed, ik heb de lucht uh, gekleurd, in dit geval groen. Dat is puur mijn masker. De aanpassingen die ik nou ga doen, die gaan in dat masker plaatsvinden. En ik zet het masker gewoon uit. Het blijft wel actief, maar het is niet zichtbaar. En ik ga gewoon de kleurtemperatuur omhoog gooien. Kijk, en je ziet dat we al een heerlijke warme gloed in de foto terugkrijgen. Ik vind echter ook bijvoorbeeld dat het wit van de wolken net iets te hard is. En dat kan ik weer terugdrukken door de hooglichten wat naar beneden te halen. En bijvoorbeeld ook de witte tinten. En ik krijg wel een aardige lucht. Ik laat de witte tint trouwens zo staan. En ik druk op OK. Vervolgens heb ik dus al een, een, een vrij warme foto. Als ik kijk naar het origineel. Dan zit ik al hierop. Maar het mist natuurlijk nog die, die wow factor van de ondergaande zon. En die is op zich ook vrij makkelijk in te brengen. Ik maak gewoon een nieuwe laag aan. En ik klik op OK. Ik zorg dat mijn voorgrondkleur in dit geval oranje is. En welke tint oranje je kiest, dat maakt eventueel niet zoveel uit. Maar goed, ik ga gewoon voor, uh, voor deze. En ik maak mijn borstel wat groter. En ik zet gewoon heel simpel een rondje. En dan heb ik eigenlijk het verkeerde rondje. Dus met Ctrl-Z maak ik dat weer netjes ongedaan. Want ik wil een rondje waarbij de hardheid eigenlijk gewoon veel zachter is. En ik druk weer. Nou, dit is mijn zon. Um, is dit zo spectaculair? Nee. Als ik er eens bijvoorbeeld op inzoom, dan uh, ja, wordt je hier niet wild van, zeg maar. Maar door de overvloeimodus nu te veranderen, um, gaat mijn zon meespelen met de lagen die eronder zitten. En we gaan naar de modus kleur tegenhouden. En dan krijg ik dus al een beter effect. Daaronder heb je nog lineair tegenhouden. Die zou je ook kunnen kiezen. En je ziet dat het verschil eigenlijk maar heel subtiel is. Dit is lineair en dit is gewoon kleur tegenhouden. Lineair tegenhouden en kleur tegenhouden. Ik ga het bij deze laten. Dit zonnetje, deze laag, ga ik dupliceren. Dat doe ik gewoon simpel met Ctrl J. En je ziet, hij wordt net een tikkeltje groter. Maar hij is in dezelfde kleur en dat wil ik niet. Ik wil hem eigenlijk gewoon een soort wit puntje erin geven. Dus um, ik ga hier gewoon een aanpassing op maken qua kleurtoon en verzadiging. Ik pak een aanpassingslaag van kleurtoon verzadiging. En die koppel ik vast aan mijn zon. En dat doe ik met dit icoontje hier. En je ziet dan dat er een klein pijltje bij komt. En alles wat ik nu in het filter verander, dat heeft alleen invloed op die ene laag. Nou, wat wil ik doen? Ik wil de richting wit. Dus ik ga er de verzadiging uithalen. En ik ga hem ook lichter maken. En je ziet eigenlijk al wat er gebeurt. Als ik hem bijvoorbeeld uitzet... Dit is gewoon het oorspronkelijke één lage zonnetje. En dit is mijn, mijn witte puntje erbovenop. Hou ik de Alt ingedrukt en laat ik alleen deze laag zien. En zet ik het aanpassingslaag aan. Dan zie je dat het eigenlijk gewoon. Ja, het is lastig te zien, maar het is een witte vlek. Ik zet de rest ook gewoon weer aan. En ik zoom even uit. Ik heb nu al een warme foto en ik heb een zon. Ik ben nog niet helemaal klaar met de zon. Dat komt dadelijk wel. Maar ik ga eerst nog wat andere dingen doen. Ik klik op mijn laag fotofilter en ik klik op een nieuw aanpassingslaag. Curve. En die komt er natuurlijk boven. En ik ga een klein beetje een gloed door, uh, door het dal trekken. En ik ga dus de curve een klein beetje omhoog zetten. Ik keer met ctrl-I de laag om. En ik pak gewoon een lekkere grote kwast. En ik schilder er zo een keer met wit doorheen. En vind ik het te veel, dan kan ik gewoon de curve nog een klein beetje terugzetten. Maar je ziet, het maakt het dal iets prominenter aanwezig in de foto. En ik leg er nog een curve bovenop. En daar trek ik hem omlaag. Wederom keer ik mijn masker om. En ik pak een kleinere kwast. En ik ga even snel over de, de wat donkere delen in de lucht heen. Op die manier krijgt mijn lucht ook gewoon net even een beetje dat meer diepte. En als het effect te veel is, kun je de curve terugzetten of je haalt natuurlijk de uh, dekking van de laag omlaag. Ben ik er nou al? Nee, nog niet helemaal. Ik wil namelijk nog een ding. Ik wil namelijk nog gewoon uh, flare toevoegen. Daar hadden we het ook al over gehad. En als je de bovenste laag hebt geselecteerd en je drukt op Ctrl-Shift en N, kun je een nieuwe laag toevoegen. En ik druk in dit geval op Enter. En op deze laag ga ik dus mijn flare maken. Dat is op zich helemaal niet moeilijk. Dat kan Photoshop grotendeels automatisch. Ik moet hem alleen wel iets geven om mee te beginnen. En dat is eigenlijk gewoon een grijze laag. En een grijze laag kun je maken door Shift F5 in te drukken. En dan heb je bij inhoud verschillende opties. En wij klikken gewoon op 50% grijs en drukken op OK. En weggezien. Dit is nu even de laag waarop ik moet gaan werken. En het is heel simpel. Hier gaan wij een flare op renderen, zoals dat in Photoshop heet. Laat Photoshop zelf maar rekenen. En we gaan gewoon bij filteren naar rendering. En daar heb je het woordje zon in zitten. Je krijgt een klein minuutje en daarin heb je vier opties om te kiezen. En je hebt een helderheidsslider. Je hebt uh, verschillende brandpunten met allemaal verschillende uh, reflecties. En als je bijvoorbeeld aan de helderheid trekt, dan uh, wordt het groter of in dit geval extreem groot. Maar je ziet zeg maar een beetje wat er gebeurt. Ik ga hem gewoon hier ophouden. En ik heb hier mijn flare. Nu komt de truc om deze flare wel te laten zien, maar het grijs juist weer niet. En dat kunnen we ook bereiken door de overvloeimodus uh, te veranderen. En in dit geval zet je hem dan op bedekken. En wat gebeurt er bij bedekken? Nou, alles wat 50% grijs is, dat wordt eigenlijk onzichtbaar. En je ziet dat ik op dit moment mijn flare op de foto heb. Alleen de, de kern van de flare die staat nog een beetje rechtsonder van de zon. En dat is nou ook weer niet helemaal de bedoeling. We hebben hier op de wereld maar één zon. Dus dat moet netjes over elkaar. En ik klik gewoon op het verplaatsgereedschap. En ik sleep mijn flare gewoon onder de zon. En je ziet dat ik nou ook een mooie krans om de zon krijg. En dat mijn flare ook gewoon een stuk beter klopt. En vervolgens zet ik deze lagen van de zon allemaal in één groepje. En maak ik daar nog een aanpassingslaag op. Want ik wil mijn berg eigenlijk nog een klein beetje meer in de schaduw houden. Zeker waar de zon schijnt. En ik kies gewoon een kwast met een nou, dekking van 50. En ik schilder gewoon in één keer over mijn berg heen met zwart om het masker daar uit te zetten. En je ziet dat het een klein beetje helpt. Als je nou denkt van nou dat is niet genoeg. Het kan ook nog een tweede keer met 50 en dan wordt het weer een stapje donkerder. Nou, ik ga hem zo wel houden. Zo is de berg een klein beetje donkerder. Zo maak je dus gewoon van een, een saaie vakantiefoto als dit, ja, iets anders. Om heel simpel te zeggen. Um, is het eerlijk? Nee, natuurlijk is het niet eerlijk. Maar het gaat even om de techniek erachter. Had ik een mooie foto willen maken van de zonsondergang? Ja, natuurlijk had ik dan gewacht. Maar het gaat er gewoon even over om het jou uit te leggen. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.